Het huidige gedrag van de samenleving is een tegenreactie op de totale lockdown van 2 weken tijdens regering Bouterse Adien. Dit zegt Martelise Eerschel, crisismanager COVID-19 van het ministerie van Volksgezondheid, vandaag in het ATV-programma COVID-19 Update. Ze zegt dat na de totale lockdown het opmerkelijk is dat het gedrag van de samenleving als gevolg van de overheidsmaatregelen negatief is veranderd. Eerschel wijst erop dat na deze periode er juist meer feesten zijn gegeven en uitjes zijn gemaakt, zonder rekening te houden met de geldende voorzorgsmaatregelen. Ze geeft aan dat we in het nieuwe normaal moeten blijven totdat er een vaccin beschikbaar is. Feestjes geven kan, maar moet volgens haar gedisciplineerd gebeuren. We proberen een nieuwe technologie te gebruiken, Zoom-feestjes of drive-by verjaringen. Mensen komen in de auto langs, geven ze een pakketje en ze rijden door. Men moet naar nieuwe wegen zoeken die veilig zijn om je toch te entertainen. Dat is het wat we, die creativiteit, die vragen wij van de burgerij ook. Naast het feit dat ze zich dus moeten houden aan de maatregelen. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld van een school die een diploma-uitreiking had. Okay. En ze hebben dat heel creatief opgelost. Ze hadden een tassaband van ongeveer 5 mensen die vooruit drumden. En alle ouders in de auto achter elkaar. Huh. En dan was het dus als een drive-through diploma-uitreiking. Dus dan is er een tafel, zit een docent met een masker op natuurlijk. En de leerling stapt uit, tekent zijn diploma en neemt het mee. Of neemt een kopie mee of whatever. Ja. En rijdt weer weg. Dat is een drive-through diploma-uitreiking. Ik heb ze echt gecomplimenteerd, want dit zijn die nieuwe manieren hoe wij ons leven moeten ordenen. Verder haalde Eerschel aan dat er nog tal van uitdagingen zijn rond COVID-19. Ze geeft aan dat onder andere de financiering van de zorg nog steeds een probleem is. De staat zou nog moeten inkomen met een toelage voor de frontline medewerkers. En er moet betaald worden voor labmiddelen. Dus we hebben ook een werkgroep die de donorcoördinatie doet. Er zijn veel landen die willen helpen met middelen kopen of ze geven ook geld. Recent hebben we ook van de Nederlandse overheid een toezegging gehad. Dus dan moeten we al die tekorten, al die benodigdheden listen en sturen. Daarnaast heeft de overheid van ons ook een COVID-noodfonds. En daaruit kunnen dus bepaalde zaken als tekort aan kader, dat kan daarmee opgevangen worden. Okay. Ook de COVID-toelagen. Dus geld, zonder geld kan je geen goede COVID-respons hebben. Helaas niet. Zelf een mediacampagne kost geld. Want de media gaan echt niet gratis die dingen voor je zetten in primetime televisie. Martelise Eerschel, crisismanager COVID-19 van het ministerie van Volksgezondheid, vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update.